Ik wil jullie inspireren om het beste uit jezelf te halen. Daarom ga ik op zoek naar verhalen over jongeren waarbij het behalen van een mbo-diploma niet vanzelfsprekend is. Vandaag ben ik op weg naar Venray, waar ik een afspraak heb met Nathalie. Nathalie! Hi! Hoe is het? Ja, goed met jou? Ja, goed. Ja? Stap lekker in. Dank je wel. Die gordeltje lekker aan. Dan gaan we eens een stukje rijden. Ja, gezellig. Ja. Hey, vertel maar eens even, wie ben je, hoe oud ben je en waar kom je vandaan? Nou, ik ben Nathalie, ik ben 21 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Venezuela en ik woon nu 21 jaar in Venray. Oké, interessant. Ja. En ik had begrepen, we gaan ergens naartoe. Waar gaan we nou eigenlijk heen? Ja, we gaan nu naar Boegafun in Venray. Het is een kinderspeeltuin en dat is ook mijn werk. Oh, gezellig. Waar zijn we nou eigenlijk precies? Dit is dus Boegafun, mijn werk. En hier sta ik 4 dagen in de week. Oké, 4 dagen in de week. Ja. En hoe doe je dat dan met je opleiding eigenlijk? Nou, ik ben sinds juli afgestudeerd van mijn opleiding. En vanuit mijn opleiding ben ik eigenlijk direct hier begonnen. Oké, en je opleiding, hoe beviel die? Ja, hij was erg leuk. Ik heb een hele leuke tijd gehad. Past ook eigenlijk best wel goed bij mij, achteraf gezien. Want ik zit nog steeds wel bij de kinderen. Ja, dat is mooi om te horen. Maar ik heb wel begrepen dat er ook een tijd was dat het niet helemaal goed ging met je. Ja, dat klopt. Ik heb een hele lange tijd in depressie gezeten. Met mijn mentale gezondheid ging het ook echt heel slecht. En dat was tijdens de opleiding voornamelijk dat ik daar terecht in ben gekomen. Ja, en wat was er van de oorzaak? Ik heb sinds kleins af aan een hele moeilijke jeugd gehad. Mijn ouders zijn op mijn 5e uit elkaar gegaan. En dat is in een vechtscheiding uitgekomen. Dus helaas, na een aantal jaar is mijn vader terechtgekomen bij een nieuwe vrouw. En daar is eigenlijk mijn jeugd een beetje naar onder gegaan. En heb ik 3 jaar geen contact gehad met mijn vader. En doordat ik dat allemaal zo heb gehad, is dat eigenlijk als een trauma achtergebleven. Ja. En ben ik in een depressie terechtgekomen. Ja, waarom wil je dit verhaal met ons delen eigenlijk? Ik ben zelf ook ambassadeur van ROC Nijmegen. En mijn doel is eigenlijk om voornamelijk jongeren te inspireren. Dat het niet erg is om over je depressie te praten. Want het is nou best wel een groot ding dat het niet goed is of dat we ons aanstellen. Voornamelijk door de volwassenen, ouderen. Ja. Die denken gauw dat het gewoon iets kleins is en dat het maar een tijdje is. Terwijl dat ook iets heel erg belangrijks kan zijn wat je echt een hele lange tijd mee gaat dragen. Dus ik wil door mijn verhaal te vertellen, wil ik anderen inspireren. Ja. Dat hun ook hun verhaal mogen vertellen. Ja, dat is mooi. En hoe herkende je nou dat je in een depressie terecht kwam? Nou, ik ben eigenlijk als klein meisje altijd een heel vrolijk meisje geweest. En ik hoorde ook vanuit mijn gezin voornamelijk en vrienden dat ik dat vrolijke meisje niet meer was. En ik merkte het zelf ook heel erg. Ik was eigenlijk altijd verdrietig of boos. Ik was niet meer vrolijk. En ik was eigenlijk altijd moe en daardoor herkende ik dat er iets niet goed was. Ik zat eigenlijk het liefst alleen maar thuis. Ik wou ook op een gegeven moment een tijdje niet meer naar school toe. Het werk vond ik ook niet meer leuk, doordat ik vond niks meer leuk. Hoe langer je met een depressie blijft zitten, hoe erger het eigenlijk wordt. En dat had ik. Ik heb er denk ongeveer 3 jaar mee rondgelopen. En na het derde jaar had ik toch zoiets van, nou is het genoeg. Nou moet ik echt aan de bel trekken bij een serieus iemand. Ja, want hoe ging dat voor jou, dat aan de bel trekken? Was dat voor jou vanzelfsprekend? Of? Nee, ik heb het heel lang uitgesteld. En op een gegeven moment merkte mijn moeder ook echt van, nee, dit kan nou ook echt niet meer langer. En toen ben ik bij mijn huisarts terechtgekomen. En ook bij school ben ik terechtgekomen. En die hebben me zo eigenlijk geholpen om uiteindelijk ook echt therapie te krijgen. Ja. En na een half jaar traumatherapie gaat het nu goed met me. Ja, jeetje, heftig. Hoe heeft jouw school jou eigenlijk daarbij geholpen? Ik ben zelf naar een docent van mij geweest. Zij was in de eerste mijn mentor. En toen ben ik met haar gaan praten van, hey, het gaat niet helemaal goed met mij. Ik slaap slecht. Thuis vind ik het allemaal niet meer leuk. Wat moet ik doen? En doordat we eigenlijk wekelijks die gesprekken zijn gaan voeren, werd er ook echt naar mij geluisterd vanuit school. En docenten wisten er ook iets meer van. Dus als ik een dagje echt
echt gewoon heel slecht ging, dan hielpen ze me vaak wel. Hoe had het er voor jou misschien uitgezien als je die hulp niet gelijk had gehad? Ja, ik denk dat het lastig is om te zeggen, want ik ben daarna eigenlijk ook op stage geweest. Ik heb mijn traumatherapie ook op stage gevolgd. Maar ik denk dat ik dan wel een heel ander jaar zou hebben gehad. Ja, want wat kunnen de gevolgen nou eigenlijk zijn van een depressie? Ja, je hebt natuurlijk hele erge gevolgen. Dat zat er voor mij gelukkig nooit in. Zover heb ik het nooit willen laten komen. Maar toch wel je persoonlijkheid die je uitstraalt. Dat vind ik een van de belangrijkste wat beschadigd wordt. Ja. En die heb ik nou weer terug, gelukkig. Oké, Nathalie, dit was het. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Zijn er nog tips die jij mee wil geven aan andere jongeren die ook eventueel kampen of denken te kampen met een depressie? Zoek om hulp. Trek aan de bel en blijf praten, hoor. Want dan vind je jezelf wel weer terug. En hoe kan je nou het best aan de bel trekken? Ik denk bij een persoon die dicht bij je staat, daar als allereerst mee praten. En dan aan die persoon vragen of die met jou mee wilt gaan. Ja. Of die je wilt steunen. Fijn. Hey, Nathalie, heel erg bedankt. Graag gedaan. En wij gaan eens even naar beneden. Yes. Is goed. Ja. Wil je meer verhalen zien van Claims Ziet Kansen? Check dan ons YouTube-kanaal.